het kanaal van het Enewadi-meisje. Ik ben vandaag weer aanwezig bij Halloween Fridays en het is vandaag 15 oktober. Het is vandaag dus een zaterdag en het is ook wel te merken, in het park is het echt ontzettend druk. De zaterdagen zijn over het algemeen altijd een stuk drukker. Nu is het zelfs zo dat een paar dagen zijn uitverkocht. Maar goed, ik voel me gelukkig ook een stuk beter dan vorige week. Want voor de mensen die vorige week mijn video hebben gezien, toen had ik ook gezegd dat ik me niet zo lekker voelde die zondag. Maar ja, ik voel me nu een stuk beter. Heel erg bedankt trouwens voor al jullie lieve berichtjes. En ja, we gaan er gewoon weer hard tegenaan. En ik heb er ontzettend veel zin in. Het is nu ongeveer 4:30. Dus Fridays gaat alweer bijna van start. Het is nu nog een half uurtje Spooky Days. Maar ja, ik weet niet hoeveel ik daar nog van film. Want ik ben eigenlijk net pas in het park. Maar goed, ik heb er echt weer hartstikke veel zin in vandaag. Doe je drugs? Nee. Rook je? Nee. Drink je? Nee. Pes je kinderen? Nee. Sla je ze? Nee. Ga je op ze staan? Nee. Trek je aan de haren? Nee. Nee. Alles wat ik zojuist heb opgenoemd, dat ga je hier binnen ook niet doen. Is dat duidelijk? Het is een kinderzone, de kinderen zijn de baas. Ja. Ja? Gaat ook een beetje vrolijkheid en zo. Hoi Destiny. Hi. Destiny. Hi. 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 She's here. En het is weer voorbij. Ja. Goed, ondertussen is het al bijna 6 uur en we gaan vandaag maar beginnen in Villains. Ja, we waren eigenlijk gewoon toevallig in de buurt, maar ook ben ik dit jaar nog niet begonnen in Villains. Eigenlijk alleen nog maar in Pirate's Cove en Nightmares. En ja, ik hoop dat het hier ook iets minder druk is vergeleken bijvoorbeeld Nightmares of zo. Maar ik denk dat dat niet het geval gaat zijn. Ja, zeker aan het begin van de avond is het altijd behoorlijk druk overal. En ik hoop echt dat het vanavond, later op de avond tussen 9 en 11, hoop ik echt dat het nog een beetje afneemt. Alle experiences zijn dus ook uitverkocht. We wilden nog kijken of er nog iets beschikbaar was, maar alles is uitverkocht. Ook de reguliere huizen, dus Jefferson Manor, de villa, Camp of Curiosities. Alles is uitverkocht. Dus ja, jullie kunnen wel begrijpen wat voor dag het dus is vandaag. Ik ben trouwens vandaag weer met Bibi in het park. Ondertussen denk ik dat jullie haar ook wel herkennen. Het duurde zo lang voordat ik jou überhaupt had voorgesteld in mijn vlogs. De mensen dachten echt van, sorry, wie is zij? Ik raak Melvin met toestemming aan. Iemand had toen gecomment van, wie is die meid en waarom zit ze zomaar aan Melvin? Dat vind ik echt heel raar. Nou, dit is dus Bibi. Hoort bij Henning. Henning is er vandaag niet. Melvin is er ook niet. Tom is er ook niet. Ja, die mensen zijn zo druk. Ja. Over een kwartier in ieder geval. Dus wij gaan klaarstaan en we beginnen nogmaals in Villains vandaag. Open.
beelden kunnen zien van villains. En ik heb nu dus ook de characters wel beter kunnen zien. Want de laatste keer dat ik er dus was, heel veel rook. En het was 's avonds, dus toen kon ik een stuk minder goed zien. Maar ja, ik sta wel echt nog steeds achter mijn mening dat de green bij villains echt wel heel erg is verbeterd. Ik heb het nu ook echt goed kunnen zien bij alle personages. En het ziet er echt wel een stuk beter uit. Veel realistischer ook. Vooral Frostbite is er toch wel enigszins op vooruit gegaan vergeleken de afgelopen twee jaar. Nog steeds vind ik de Grim die Frostbite eerst had wel echt het mooist. Toen had hij ook echt een soort, bijna een soort masker op. Toen had hij een beetje hetzelfde als wat de Joker had van Game Over. Voor de Suicide Squad Joker, zeg maar. Een hele lange kin en zo. En dat vond ik tot nu toe nog steeds het mooiste wat hij had. Maar nogmaals, desondanks ziet hij er wel een stuk beter uit vergeleken vorig jaar en twee jaar geleden. Toen had ik echt wel zoiets van, jongens, sorry, maar wat is dit? Hetzelfde geldt een beetje voor de andere villains. Het ziet er allemaal een stuk beter uit. S'avonds zien het dus een stuk minder goed. Maar ik heb toch wel weer een klein kritiekpuntje wat betreft villains. En dat is toch wel de kostuums. Sommige characters hebben toch wel een verbeterd kostuum. Dat ziet er toch wel wat netter uit. Maar het viel me dus ook heel erg op. In villains gebruiken ze zo vaak van die bodysuits. En het ziet er gewoon wat goedkoper uit. Ik weet dat ze het wel vaker gebruiken. Ook bijvoorbeeld in Tangled Twigs zijn er ook best wel veel characters met een bodysuit. Maar die hebben meer details, zeg maar, aan het hele kostuum. En bij villains is het meer alsof je dan gewoon een bodysuit hebt. En er zijn een paar dingen opgeplakt en dat is het. En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat heel veel mensen villains er gewoon wat minder eng uit vinden zien. Want het viel me echt wel op dat eigenlijk bijna vrijwel elk character in villains heeft eigenlijk gewoon een soort bodysuit. En het is niet slecht. Zeker niet. Bij sommige characters werkt het ook heel goed. Bijvoorbeeld bij de robots. Daar stoor ik me er totaal niet aan. Bij sommige characters heb ik toch wel zoiets van, we hadden ze toch wel meer mee kunnen doen. Toch wel enigszins gewoon heel simpel. Het ziet er gewoon heel simpel uit. En het is niet zozeer slecht. Ik vind het niet slecht. Maar het kan beter. Dat is het gewoon. Dat is eigenlijk elk jaar met villains. Het kan gewoon beter. En ja, daar blijf ik nu tot nu toe ook nog wel bij. En ook wat betreft de zone zelf. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar qua decoraties heb ik het idee dat het dit jaar wel echt het minste jaar is van villains. Het ziet er zo kaal uit vergeleken de andere zones. Terwijl villains voor... Ja, 's avonds is villains sowieso een stuk mooier hoor, dat is sowieso waar. Maar ook de lasers, voorheen was het zo dat ze lasers hadden, hebben ze nog steeds. Maar die heb ik gewoon nog geen één keer goed zichtbaar gezien. Want normaal is er dan heel veel rook in de zone, waardoor je lasers zo goed ziet. Vorige week was er heel veel rook, maar niet op de goede plekken. En ik had ook verwacht dat er veel meer lasers zouden zijn. Zoiets, er ging ook zo'n gerucht rond dat er dus meer lasers zouden zijn in villains. Niet gemerkt, ook niet gezien eigenlijk. Wel alsnog mooie lichteffecten, begrijp me niet verkeerd. Maar ik heb gewoon het idee dat ze meer kunnen doen bij villains. Er kan echt nog wel, het concept is er, zeg maar. Maar de uitvoering, ik heb het idee dat ze nog steeds heel erg op zoek zijn of zo bij villains. Het is nog steeds hier en daar gewoon wat verbeterpuntjes. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik probeer gewoon mijn eerlijke mening aan jullie te geven. Maar goed, ondertussen staan wij voor de poort van Tangled Twigs. Nou, we staan er niet echt voor, maar jullie zullen wel wat bedoelen. We staan gewoon ergens in een uithoek, zeg maar, van het park momenteel. Zodat ik even rustig mijn shot kan opnemen. Maar we gaan nu Tangled Twigs in en daar ga ik ook even mijn mening over geven. Want ook daar heb ik nog een paar dingen over te zeggen. Overigens ook wel leuk om te vertellen is dat voor Tangled Twigs er dus allemaal eetkraampjes staan. En die hebben ze hier en daar overal, een beetje bij het park. Ook dus weer bij Pirate's Cove. Ja, het is altijd super handig. Zeker ook heel erg fijn omdat er bij de horecapunten van Walibi zelf altijd best wel lange rijen kunnen staan. Dus dan is dit misschien een goede gelegenheid om dan nog wat eten te halen. Want zoals jullie kunnen zien is het hier altijd wel wat rustiger. Opvallend is dat ze hier eigenlijk nu ook allemaal zand hebben neergegooid. Ik denk dus dat ze dat doen omdat het gras natuurlijk best wel glad kan worden. En best wel... Maar goed, ze hebben hier dus allemaal zand neergegooid.
Al moet ik zeggen, als het gaat regenen, dan wordt het natuurlijk alsnog een modderpoel. Maar het zou dan denk ik wel iets minder erg zijn dan het gras. Want het gras dat wordt echt ontzettend glad. Was vorig jaar dus ook wel het geval dat acteurs dan uitgleden. Ik ben zelf ook heel vaak bijna uitgeleden. Op een gegeven moment hadden ze hier allemaal matten neergelegd. Om het dus minder erg te maken. Eventjes in de winkel en ik zal jullie eventjes alle Halloween Fridays merchandise laten zien. Ik heb in de eerste video wel een beetje de nieuwe merchandise laten zien, maar nog niet al het andere wat ze ook gewoon standaard verkopen eigenlijk. We beginnen even met iets wat niet met Friday Nights te maken heeft en dat is dit. Ze hebben weer iets nieuws van de mascotte. Het is een soort, ja, het is een spaarpot, maar €18. Het valt de Halloween Friday Nights merch. Je hebt hier eigenlijk korting. Tanktop €5, t-shirt €7,50. Ja, ze hebben hier dus meerdere, ja, shirtjes eigenlijk met Friday Nights designs erop. Ik heb er ook nog een shirt met Eddie erop. Ik weet niet hoe goed jullie het zien, maar... Ja, deze shirts hebben ze al wat lang. Of nou, deze nog niet eens. Deze hebben ze eigenlijk sinds... ik zou zeggen 2019. Toen Eddie's Festival Flux er eigenlijk voor het eerst was. En ja, maar dit soort shirts hebben ze dus echt al super lang. En die hebben ze dus ook nog in meerdere kleuren en zo. Eigenlijk gewoon met het Friday Nights logo erop. Ja, het is echt in principe een super goede deal. Je hebt hem hier ook nog in het grijs. In het wit. En in het roze. Dus ja, je kan, je hebt veel keus. En je hebt hier natuurlijk alle, ja, standaard dingen. Een beetje de moppen, de bekers. Hoop dat er prijzen op staan. Ja, gelukkig €12,50 voor deze Friday Nights mok. Dit is verder ook in principe niet nieuw. Of nou, dit is wel allemaal redelijk nieuw. Een drinkfles van Friday Nights. Ook €12,95. Ze hebben ook nog darkness merch. Zoals dit. Dit is wel echt ontzettend zwaar. Dit is waarschijnlijk ook zo'n, ja, die houdt echt je drinken warm. Dus deze is ook wat duurder. Deze is €15. Deze hebben ze ook. Die is ook redelijk nieuw. Volgens mij ook van vorig jaar, volgens mij of 2 jaar geleden. Ook €20. Dit is echt al super oud, dus dit zal niet zo duur zijn. Nee, €4,50. Dat is van Never Celebrate Again. Dat is, ja, dat was vroeger een van de thema's van Halloween Finest. Maar daar hebben ze nog zo enorm veel merchandise van. Ik zal deze mok ook nog laten zien. Die is ook al best wel oud. Er staat geen prijs op. Ik gok €12 ongeveer. Hier staat ook geen prijs op. Die is wat nieuwer. Ja, gratis. Nou, dat dan weer net niet. Hier hebben ze ook nog boekjes. Deze heb ik zelf ook. Ik kan me herinneren dat deze best wel duur waren. Nou, €10 als het goed is. Ja, best wel duur. Best wel prijzig. Ja, hier hebben ze ook nog van dat soort standaard Halloween dingetjes. Niet echt Friday Nights related. Hier hebben ze ook nog een boekje. Deze is ook nieuw. €9,95. En hier hebben ze nog zo'n boekje. Hier hebben ze ook nog allemaal, ja, Halloween dingen. Dit ook. Het is allemaal verder niet van Friday Nights. De pins en zo had ik eigenlijk al laten zien. Maar ik zal hier nog een keer de prijs laten zien. Hier hebben ze een sleutelhanger bijvoorbeeld. €4,50. Valt best wel mee. Zeker voor Walibi begrippen als ik eerlijk ben. €2,95 voor een pin. Nou, dat valt eigenlijk al helemaal mee. En dan hebben ze dan dus ook nog Jefferson Manor. Ze hebben hier Below.
En ze hebben de villa. Ja, echt super tof. Ik weet niet waarom ze specifiek deze experiences hebben gekozen. Ze hebben ook hier nog een, ja, dit is dan een magneet, maar dit hebben ze ook als een pin, zeg maar, van Eddie. Eigenlijk hebben ze al deze designs ook als magneet en als pin. Ik zal ook meteen even kijken hoe duur de magneten zijn. Deze zijn €5,50. Dus ja, het valt allemaal nog best wel mee qua prijzen, moet ik eigenlijk zeggen. Dit zijn allemaal magneten, al die designs die ik net heb laten zien. En hier en daar hangen dus ook nog wat sleutelhangers ertussen. Hier heb je ook nog wat Spooky Days merchandise, het popje van Daisy. Hebben ze ook van Eddie trouwens, die was in het begin heel erg populair. €27,95, hij is volgens mij wat goedkoper geworden, ik weet het niet meer zeker. Volgens mij was er voorheen €35, maar dat weet ik niet meer, want ze zijn er eigenlijk sinds 2019 geloof ik. Ze hebben hier ook nog een haarband, €6,95. Is zowel voor kinderen als volwassenen in principe. Hier hebben ze een keycord van Daisy. €3,95. Ze hebben die ook van, oh ja, ook van Eddie hier. Die zou ook wel €3,95 zijn. Ook een popje van Eddie is waarschijnlijk net zo duur als die van Daisy. Pet van Spooky Days. €7,50. Dat zijn wel echt kinderpetjes. Er ook nog in paars. Ook nog wat met het oude logo erop trouwens. Ik snap nog steeds echt niet waarom ze voor Spooky Days een nieuw logo hebben. Ik vind dit echt veel leuker. Ze hebben hier ook nog een potlood met Eddie en Daisy erop. €7,95. Hier hangen zowel de oude handschoenen als de nieuwe handschoenen die ze nu dus verkopen. Dit zijn de nieuwe. Hier heb je eigenlijk gewoon het Halloween Finance logo en dat is het. Ik zal even kijken. €19,95 vind ik zelf wel heel erg duur voor handschoenen. Ik heb zelf deze. En deze zijn €7,95. Dus dat is een behoorlijk prijsverschil. En eerlijk gezegd vind ik deze dus ook gewoon veel leuker. Als ik heel erg eerlijk ben. Maar goed, dat zijn dus handschoenen. Ze hebben hier ook nog een beanie. Die is, even kijken, €9,95 met het Finance logo erop. Dus zie ik ook best wel veel mensen bij rondlopen. Wat dit dus is, ik weet het niet. Het is in ieder geval wel duur. Het is €30. Wat het, nogmaals, wat het is, weet ik verder niet. Ze hebben hier nog meer beanies. Ik ga ervan uit. €19,95 zijn deze. Ook hier hebben ze nog meer sleutelhangers eigenlijk. Hier heb je er eentje van Finance. Ik weet niet of deze goedkoper is. Ook duurder zelfs. €4,95 pas van €4,50. Hier heb je ook nog een pin van het Friday Night logo. Hier heb je ook nog een sleutelhanger met. Deze is €3,95. Je hebt hier ook nog een pin van Spooky Days. En sleutelhangers van Spooky Days, Friday Nights. Hier ook nog Friday Nights in het rood. Hier ook nog wat dingetjes van Daisy. Je hebt hier onder andere een pin van Daisy. En een sleutelhanger van Spooky Days en van Daisy. Hier heb je ook nog een magneet van Eddie. Volgens mij hadden ze er ook altijd een pin van. Maar die zie ik er nu even niet bij. Ze hebben hier ook nog een pin van Eddie. Hij wordt niet echt scherp, jongens. Maar je hebt ook nog magneten van Darkness en zo. Nogmaals, die merchandise verkoopt ze ook nog steeds. Dit is eigenlijk alle nieuwe merchandise. Die heb ik al laten zien. Maar in ieder geval, hier hebben ze dus een t-shirt. Het is een soort donker oranje. Ik zou het geen rood noemen. Het is meer echt heel erg donker oranje. En deze is €24,95. Hetzelfde geldt voor de zwarte t-shirts. En de hoodies, dit zijn allemaal kindermaatjes trouwens. In principe is het voor de volwassenen precies dezelfde prijs. Dus dat maakt verder ook heel erg weinig uit. Hier hangt eigenlijk alles voor de volwassenen. Om het even zo te zeggen. Dus je hebt kindermaatjes en volwassenmaten. En hier hangt ook nog wat merchandise. Deze tassen zijn ook nieuw. Die heb ik vorige keer niet laten zien. Maar deze zijn €9,95. Met Eddie erop. Het Finance logo. Ik weet niet of er op de achterkant. Oh, de achterkant staat hetzelfde. Je hebt de hoorntjes. Hier heb je de groene in ieder geval. Je kan ook rood en roze nog halen, geloof ik. Deze hoorntjes zijn €4. Staat hier althans op de doos. Dus ik ga ervan uit dat het voor die hoorntjes geldt. Je hebt hier ook nog hoodies en deze zijn ook €50 van Friday. Je hebt hem ook in het oranje. Zie ik ook heel erg veel mensen altijd in rondlopen. Ook in kindermaatjes en dus in volwassenmaten. Je hebt hier ook nog een pet hangen. En deze is €24,95. Dus ja, en dat is zo'n beetje eigenlijk alle Halloween Finance merchandise. Oh nee, laat maar jongens, we zijn nog steeds niet klaar. Hier ook nog een trui van Daisy, die is €40. Dat zijn wel echt alleen maar kindermaatjes. Je hebt hier ook een mutsje voor kinderen, €12,95. Tasje van Spooky Days. Deze is... Er staat geen prijs op. Ik denk ongeveer €10 tot €15. En het popje en zo heb ik al laten zien. Ze hebben hem ook nog in het paars. En dit hebben ze ook nog. En dit zijn persoonlijk wel mijn... favoriete hoodies eigenlijk van Friday Nights. Die ze recent hebben uitgebracht. En dat is eigenlijk gewoon een hoodie met het logo erop. Ze hebben hem ook in het wit. Die heb ik zelf ook. Oh, die hangt hier. En deze zijn ook wat goedkoper. Deze zijn €40 in plaats van €50. Komt dus ook omdat ze van een wat oudere collectie zijn. Maar ja, dat is het ongeveer voor alle Halloween Friday Nights. Oké, het laatste wat jullie hebben gezien zijn een paar shots van Tangle Twix. En zoals jullie kunnen zien is het ondertussen donker. Want we hebben eigenlijk nog
een tijdje gezeten, we hebben even wat gegeten. Maar ik zou nog even mijn mening geven over Tangled Twix. Iets uitgebreider dan wat ik ook in de eerste video heb gedaan. En ik moet zeggen dat ik echt positief verrast ben over Tangled Twix dit jaar. Sowieso het spel van de acteurs is echt fantastisch. Maar ook vind ik dat de characters echt ontzettend goed uitzien. Niet alleen qua grim, maar ook qua kostuums. Want de afgelopen jaren vond ik dus dat Tangled Twix een beetje was afgezakt in variatie. Dat heb ik wel eens vaker benoemd in video's. Ook onder andere in mijn ranking video van de scare zones. En ja, ik vond gewoon dat ze in 2019, toen Tangled Twix net nieuw was, hadden ze naar mijn idee veel meer verschillende soorten figuren rondlopen. En een van de figuren die ik dus eigenlijk miste in 2020 en 2021 is er dit jaar dus wel weer bij. Ik zou je niet echt uit kunnen leggen welk figuur het is, maar Scarecrow's zijn wel weg. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg, want ja, het paste ook weer niet 100% bij Tangled Twix als ik eerlijk ben. Ik vind gewoon echt de characters die ze daar nu weer rond hebben lopen, veel variatie, maar ook gewoon... Het klopt allemaal. Ik vind het echt wel een stuk beter, moet ik zeggen. Ja, het is ook fijn om te zien dat ze dus ook dat zand hebben neergegooid. Ik hoop ook echt dat het gaat helpen, mocht het dus regenen. Dat het dus niet te glad wordt. Dat is een beetje mijn zorg. Met die zon momenteel nog steeds gewoon een beetje de plek vind ik nog steeds gewoon niet ideaal van Tangled Twix. Maar toch moet ik zeggen dat ik het momenteel wel echt een verbetering vind. In de zon ook het algemeen. We gaan ondertussen een kijkje nemen bij Nightmares. Dus ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Dit is zeg maar wel altijd gewoon een groot nadeel aan Fright Nights. Als het uitverkocht is, het is zodanig druk dat je eigenlijk niet meer normaal door een gebied heen kan lopen. Ja, dit is ook weer de eerste keer sinds 2019 dat ik het zo druk meemaak. Omdat we natuurlijk in 2020 en in 2021 met de coronamaatregelen zaten en ze daardoor een lagere capaciteit hadden in het park. Ja, het is heftig. Je moet ook vooral oppassen dat je zeg maar niet omver gelopen wordt. En dat gebeurt ook nog best wel vaak. Maar goed. We hebben net eventjes in Nightmares gestaan en jullie hebben er als goed een paar beelden van kunnen zien. Maar ik ga echt heel eerlijk met jullie zijn, het is zo ontzettend druk. Ik ben het echt niet meer gewend. Misschien stel ik me ook wel heel erg aan momenteel, maar nee, het is gewoon, het is echt niet te doen ook. Ja hoor, hi. Het is gewoon niet te doen. Het film is niet te doen. Ik doe echt mijn best, jongens. Maar het is zo moeilijk ook om die acteurs op beeld te krijgen, omdat het zo vol is, zeker dus in Nightmares. Momenteel staan wij naast de clinic, maar niet om in de clinic te gaan, maar in Jefferson Manor te gaan. De ingang van Jefferson Manor is dus verplaatst. Die zit niet meer waar voorheen Fire Pit zat, dus bij Festival of Freaks nu. De ingang zit daar niet meer. De wachtrij is eigenlijk verplaatst naar daarachter. En het ziet er in principe verder denk ik goed uit. Het staat allemaal duidelijk aangegeven. Het bord kan eigenlijk niet missen. Maar ja, ik ben ontzettend benieuwd. Jefferson Manor is zelf een van mijn toch wel favoriete spookhuizen. Alleen al door de thematisering. Ja, ik heb er echt heel erg veel zin in. Het wordt de eerste keer dit jaar dat ik erin ga. En ik kijk er naar uit. Jullie zien het niet zo goed. Maar momenteel staan wij in de rij voor Jefferson Manor. Dit gedeelte van het huis is eigenlijk helemaal leeg. En nogmaals geef ik je echt een tip. Kom aan het eind van je tijdslot. Wij hadden een tijdslot van 9:30, 10:00. En we zijn er ongeveer 9:50 naar binnen gegaan. En daardoor konden we dus eigenlijk de hele rit aan mensen hier overslaan. En we hoeven nu niet zo super lang in de wachtrij te staan. Wij komen zojuist uit Jefferson Manor. En ja, ik heb zelf echt wel weer een superleuke ervaring gehad. We kregen ook alle scares. We werden er niet in een treintje doorheen gestuurd. Dus dat was echt super fijn. We liepen echt gewoon met z'n tweeën. Echt met z'n tweeën, ja. Ja, we liepen echt gewoon met z'n tweetjes. Dus jij hebt ook wel scares gehad, toch? Ja. Ja, ik ook. We hebben allebei gewoon veel scares gehad. Dus dat is gewoon top natuurlijk in zo'n spookhuis. Want je betaalt er natuurlijk wel gewoon wat voor. Het mooiste is dan natuurlijk dat je alle scares krijgt. Het is gewoon zonde als je er in een treintje doorheen wordt gestuurd. Nogmaals de tip van iets later bij je tijdslot aankomen. Het werkt dus echt.
Wij hebben echt maar, ik denk, 5 minuten nog niet eens in de rij gestaan. Dat is echt heel snel. En ja, het Jefferson Manor, jongens. Ik blijf het echt een prachtig huis vinden. Ondanks dat het ook wel een van de wat oudere huizen is. Het is niet het niveau van bijvoorbeeld Below, de Clinic of Slaughterhouse in dit geval. Maar toch vind ik dit zo'n mooi huis qua thematisering. Daarom ook echt een aanrader vind ik zelf. Er zitten ook heel veel scares in, moet ik zeggen. Ondanks dat ik al zo vaak in ben geweest, schrik ik alsnog. Ik ben ook geen held in spookhuizen. Jefferson Manor is gewoon echt een verschrikkelijk mooi huis. Het is gewoon af. De thematisering is gewoon spot on. Alles is dus zwart-wit gethematiseerd. Uiteraard heeft Jefferson Manor het thema van geesten, voor de mensen die dat niet weten. En de acteurs zien er ook echt fantastisch uit. Hebben jullie in mijn eerste Friday Night video ook wel wat beelden van kunnen zien dat ze langslopen. De grief van Jefferson Manor is ook echt wel behoorlijk verbeterd, moet ik zeggen. Want voorheen hebben ze een tijdje gebruik gemaakt van maskers om de tijd in te korten voor het grimeren. En nu is het dus zo dat ze toch weer meer gebruik maken van grim bij Jefferson Manor. Daar ben ik echt wel voorstander van. Ik vind het gewoon zonde als ze maskers gebruiken. Ja, snap ik wel bij sommige huizen of experiences. Zoals bijvoorbeeld de Final Hideout met die zombies. Zombie grim duurt bijvoorbeeld hartstikke lang. Dus ik snap dat ze daar voornamelijk gebruik maken van maskers. Maar bij Jefferson Manor is het gewoon echt wel het mooist als ze gebruik maken van grim. Gewoon dan komen die geesten veel mooier naar voren. Ja, dat zeker. Bijvoorbeeld, ja, het is niet bij elke characters, want er zit ook een scare in een soort tuinscène. En daar heb je dan bijvoorbeeld een wolf die naar voren springt. Dat is dan bijvoorbeeld wel een masker. Maar de maskers die ze gebruiken zien er ontzettend goed uit. Maar de grim verder ziet er echt wel heel erg mooi uit, vind ik zelf. Dus ja, jij ook positieve ervaring over het algemeen? Ja. Ja, het was echt het was top.
It is now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end. And the gates are closing. You survived, I see. At least for now. Sleep tight, my friend. And see you again next time. De laatste zone waar we overigens dus ook hebben af kunnen sluiten, zoals jullie hebben gezien, ja, was Pirate's Cove. En ik heb echt ontzettend genoten. Het was ook eindelijk wat rustiger in de zone, dat hebben jullie enigszins ook kunnen zien. En dat was zoveel fijner. Je merkt ook gewoon dat de acteurs veel vrijer kunnen zijn in hun hele spel. Het werkt gewoon veel beter. Het was echt een ontzettend drukke dag. Blijkbaar is het morgen ook uitverkocht. Morgen ben ik er dus ook, maar dan gaan jullie waarschijnlijk geen beelden zien. Jullie hebben ook kunnen zien dat ze zojuist een eindscare deden. En ik vond het echt superleuk. Dat doen ze wel vaker, zeg maar, in zones. En dat heb ik altijd zo fantastisch gevonden als acteurs dan, zeg maar, uiteindelijk samenkomen. Samen gaan staan en dan dus een grote eindscare doen. Ja, ik vind het jammer als sommige zones het niet doen. Ik snap het enigszins wel, maar het is zo mooi om ze allemaal samen te zien. En ja, het is echt heel tof. Ik kan alleen echt wel een beetje janken, want mijn camera-instellingen deden het niet zo goed. Dus sorry voor het wazige beeld. Ik zat op dat moment ook echt van, oh nee, precies dan werkt mijn camera niet mee. Sorry daarvoor. Ik wilde het er toch in laten. Dus nogmaals, jullie hebben het wel kunnen zien. Het idee snappen jullie. Hopelijk kan ik het volgende keer wel beter filmen. Maar goed. Wij gaan nu naar Main Street voor de eindscare en hopelijk kan ik daar nu wat meer van filmen. Want de afgelopen keren was het niet zo spectaculair op de plek ook waar ik stond. Maar normaal, naar mijn idee, duurde de eindscare ook altijd wel wat langer. Ja. Het kan zijn dat het toen, omdat het eerste weekend was, dat ze nog een beetje aftasten ermee. Al heb ik de tweede eindscare niet meegemaakt trouwens, want toen ben ik dus eerder naar huis gegaan. Maar de eerste avond was het echt heel mild en ja, volgens mij hadden ze de tweede avond ook echt kettingzagen en zo. Terwijl de eerste avond hadden ze dat juist niet. En in de vorige video had ik ook al verteld dat de rednecks normaal echt heel erg die eindscare leiden, zeg maar. Ook met die kettingzagen. Als zo gauw de rednecks kwamen, dan wisten we van oké, het gaat beginnen. Dus ja, ik hoop echt dat ze dat nu weer gaan doen. Misschien dus met de freaks, met kettingzagen. Ik bedoel, waarom niet? We gaan het zien. En we gaan naar Main Street. Let's go to Main Street. Ja, al die nachtmerries hier, die vliegen allemaal op mijn oren. Ik trek het allemaal niet meer zo goed. Ik wil gewoon slapen. Best wel leuk om te zien is dat hier ook een character uit Camp of Curiosities loopt. Dat is eigenlijk de waarzegster, die zie je eigenlijk aan het begin van de walkthrough. Best wel bijzonder. Het gebeurt wel eens vaker dat ze characters uit huizen hier ook rond laten lopen. Ik heb wel eens gezien dat een villa hier liep of iemand van Psycho Shop bijvoorbeeld. Ja, ik vind het zelf altijd heel erg leuk als ze dat doen, want dan zie je ook tenminste een wat exclusiever character hier nog rondlopen. Maar ja, voor nu zie ik dan alleen een bijzonder character uit Camp of Curiosities en verder zijn het gewoon alle characters uit de zones. Jullie hebben zojuist wat beelden kunnen zien van de eindscare. En echt, het was weer zoals hoe ik het gewend ben eigenlijk van de eindscare. Het was echt superleuk.
Ik moet wel zeggen, normaal sta ik dus niet wat verder vooraan, omdat het gewoon zo chaotisch is. Jullie hebben het een beetje kunnen zien, het was gewoon echt één gigantische mensenmassa op elkaar gepropt. Je kon amper ademen. Ja, ik word daar zelf heel oncomfortabel van. Zeker omdat ik weet, met die eindscare, dan rennen ze natuurlijk allemaal in één keer op je af en iedereen duwt je opzij. Ik snap het wel dat mensen zo'n reflex hebben dat als ze schrikken dat ze opzij springen, maar dat gebeurt heel vaak ook in zones. En dat is wel gewoon heel vervelend als diegene dan net heel hard op jou botst. Het gebeurt echt super vaak. Ook dat mensen dan heel hard tegen je aanrennen bijvoorbeeld, omdat ze schrikken. En ja, leuk is anders, laat ik het daar houden. Fantastische avond gehad verder, ondanks de drukte. De drukte was wel echt even een dingetje. Morgen is het dus waarschijnlijk weer uitverkocht, dus ik ben benieuwd. Toch een klein dingetje wat ik in elke video eigenlijk wel een keertje mee wil geven elk jaar, is om alsjeblieft ook gewoon de acteurs een beetje met respect te behandelen. Want zeker op dit soort drukke dagen, dan merk je gewoon dat het ook wat moeilijker is voor de acteurs om hun ding te doen, inderdaad. En geloof het of niet, maar uiteindelijk zijn de acteurs ook gewoon mensen. En, je zou het niet zeggen. Nee, je zou het niet denken, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk ook gewoon mensen. En weet je, ze staan er wel gewoon de hele avond keihard te knallen om jullie een leuke avond te bezorgen. Dus behandel ze alsjeblieft met respect. Raak ze niet aan. Duw ze niet opzij. Ga niet ongevraagd op foto's als je ze daarmee belemmert en dat soort dingen. Want we hebben dingen zien gebeuren. Dat kan je eigenlijk gewoon niet maken. En het is elk jaar wel een beetje een dingetje hoor. Maar daarom wil ik ook elk jaar een beetje benoemen in mijn video's. Van jongens, pas alsjeblieft een beetje op. Behandel ze met respect alsjeblieft. Want het is hartstikke zwaar. En het is hartstikke mooi wat ze hier verder neerzetten. En natuurlijk ook de bezoekers verder met respect behandelen. Uiteraard behandel iedereen gewoon met respect. Gedraag je. Ja, dat is toch wel. Hou het leuk, weet je. We komen hier allemaal natuurlijk om gewoon een hartstikke leuke avond te hebben. Die acteurs die staan daar. Niet alleen de acteurs trouwens, ook natuurlijk de mensen backstage. Het team erboven. Iedereen werkt keihard om dit evenement neer te zetten. En om jullie een leuke avond te bezorgen. Dus even een belangrijk ding. We moesten eigenlijk ondertussen alweer het park uit. Dus vandaar dat de hele setting nu weer veranderd is. Want we bleven weer te lang staan. Maar goed, het mocht niet meer. We moesten doorlopen. Dus we zijn maar eventjes het park uitgelopen. We staan nu bij de ingang van Village eigenlijk. Maar goed, er zijn nog wel een paar kleine dingetjes die ik eigenlijk wilde zeggen. Sowieso blijf mijn kanaal nog steeds in de gaten houden. Want er komen nog meer Halloween video's aan. Ik ga namelijk volgende week... Is het volgende week? Ja, het is volgende week. Volgende week ga ik ook nog een video maken over de dinner experience. Die komt eraan. Ik ga nog een keer in Slaughterhouse. Ik ga in de villa. Ik ga een Psycho Shock. Ik moet echt even nadenken. En ik ga ook nog de backstage tour doen. En dat gaan jullie ook allemaal weer voorbij horen komen in mijn video's. Maar goed, dan wil ik jullie bij deze nu echt heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.